Goedemorgen iedereen, super dat we zo kijken. Het is een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loan. Het is nu 8:15. En zo ziet iemand eruit die niet geslapen heeft vannacht. Ik heb letterlijk... Wanneer ben ik begonnen met programmeren? Letterlijk gistermiddag. Dat is niet eens om te lachen. Voor het avond... Voor het avondeten ben ik begonnen met programmeren. Letterlijk rond de middag. Rond 2 uur of zo 's middags. En ik ben nu... Het is de eerste keer dat ik recht sta. Ik ga even... iets eten. Ik ben bezig ondertussen met mijn presentatie ook voor mijn bachelorproef, want ik heb vandaag verdediging. Ik moet straks naar school om 13 uur. Het is nu 8:15. Ik hoop misschien nog even een half uur een powernap of zo te doen. En dan daarna zal ik even moeten overleven op koffies, want anders gaat hem niet worden, denk ik. De trainingen die vandaag op het schema stonden, er stonden rustige dingen op en een zwemtraining. Dat zal hem niet worden dan. Jezus, godverdomme. Ik heb zoveel geprogrammeerd vannacht. Dat is insane. Ik denk niet dat je dat zou geloven. Maar goed. Nu even iets gaan eten. Dan die presentatie verder afmaken. En dan naar school gaan. En dan wel zien hoe dat gaat. Ja, ik kan niet anders dan eerlijk zijn. En ik heb gewoon mijn best gedaan. En, allee, ik heb alles gedaan wat ik erin heb gezet in mijn bachelorproef. Dus dat is niet het probleem. Het probleem is gewoon dat offline niet werkt. En dat werkt offline, maar zo half en half en zo niet goed. En dat is echt lastig. Ik heb daar zo lang mee vastgezeten gedurende dit project en ik ben er gewoon nog steeds niet uit. Er is gewoon geen manier om dat gemakkelijk applicaties, PWS, offline te maken. En dus hetgene waar ik zo mee heb gestruggeld met allemaal shit te fixen. En nu ben ik natuurlijk moe en ik weet niet of het verantwoord is om uit de auto te rijden straks. Maar goed, daarmee dat we een paar koffies gaan moeten drinken. Alleszins, nice dat jullie hier zijn. Vergeet even niet te liken, vergeet even niet te abonneren. Het trainingsschema dat hier dan ligt is... Ja, dat zal niet voor vandaag zijn. En ik kreeg trouwens ook een vraag in mijn Discord. Ik heb zo'n Discord-kanaal en je kunt dat joinen via de link in de beschrijving. En mensen vroegen, Loran, waarom zeg je altijd dat je je kamer opruimt en dan lig je telkens weer slordig? Kijk, wat ik bedoel met opruimen is, ik leg dat van de grond, leg dat op mijn bed om in mijn kasten te leggen. Hè? En dan ga ik daarmee gaan sporten, dan komen de kleren, dan leg ik hier weer op de grond en dan ga ik mee gaan douchen en zo. En om duur begint dat op te stapelen en weer op te stapelen en op 1 à 2 dagen staat dat hier toch alweer helemaal vol. En mijn bureau gewoon net hetzelfde, ik leg mijn grief hier altijd en dan blijft dat er maar op liggen en dan is dat echt een probleem. Maar goed, ik ga gaan eten want ik ben te veel aan het lullen en ik ben niet klaar wakker, ik ben echt niet aanwezig vandaag. Ik zie jullie zo, ik zie jullie graag. Jullie zijn de enige mensen die mij motivatie geven. Dat is het enige wat ik graag doe, filmpjes maken. Hoe meer ik programmeer, hoe meer ik kan aan programmeren. Allee, bon. Zie jullie zo wat. Dames en heren, de grootste mop die ik heb gemaakt is zeggen, als ik mijn bachelorproef heb ingediend, dat ik tijd had om te sporten, dat ik vrij had. Dat ik veel tijd had, want dat is absoluut niet het geval geweest. Holy shit. Het is gewoon, ik dacht dat het al erg was voordat ik mijn bachelorproef moest indienen met schrijven. Maar het is gewoon nog erger geworden. Ik heb nog nooit zoveel gewerkt. Ik heb het daarnet al gezegd, hè. Ik heb letterlijk een nachtje doorgedaan en daarna was ik zo moe. Ik heb even gewoon dan een paar puntjes in mijn PowerPoint gezet die ik zeker moest overlopen. Dan heb ik een dutje gedaan. Een half uurtje had ik mijn wekker gezet. Nee, een uur. En ik heb 1,5 uur geslapen. Even nog even een powernap. Ik was helemaal groggy daarna, dus dat was even de douche geweest. Die PowerPoint-presentatie afgemaakt. En letterlijk, net als ik klaar was, direct naar school geweest. En ik was juist op tijd klaar met alles. Ik heb mijn voorverdediging gegeven. En eigenlijk, de feedback die ik had gekregen was wel te verwachten. Natuurlijk met de tijd die ik in mijn presentatie maar heb gestoken. Maar eigenlijk was het best oké. Ze waren content. Ik moet gewoon een klein beetje meer in detail gaan op bepaalde stukjes. Maar ze waren op zich wel content met de presentatie. Dus dat is al op zich geen probleem. En alles gaat daar sowieso mee goed gaan. Volgende week is de echte presentatie van mijn bachelorproef. Dus daar kijk ik wel naar uit. Maar nu ben ik ondertussen terug weer thuis aangekomen. En ik hoop dat ik nu het wel wat rustiger aan kan doen. Want dat is dus over 8 dagen. En het groot... Ik heb de vorige keer ook gezegd, het grootste deel is al afgewerkt van mijn bachelorproef. Maar nu is het echt waar. Het zijn nog echt een paar kleine dingetjes dat ik nog moet doen. Dus als ik mij daar van het weekend even achter zet, dan denk ik dat dat wel sowieso af gaat gaan. Mijn presentatie afmaken en overlopen. En daar heb ik nu nog 8 dagen voor. En dat moet wel goed komen. Het ding is gewoon, met mijn ander vak dat ik had, had ik nog... Dus dat vak, een heel project dat ik moest afmaken. En dan nu nog tegen vandaag eigenlijk. Want ja... Anders kon ik geen demo geven. En ik ging er eigenlijk vanuit dat ik wist eigenlijk niet dat we een voorverdediging hadden. Oftewel had ik dat vergeten, maar ik herinner me gewoon al niet dat ze dat hebben gezegd. Ik dacht, we hebben presentatie de 21ste. En daarom dacht ik,
Oké, chill. Ik ga veel tijd hebben om te gaan sporten, omdat ik pas de 21ste mijn bachelorproef heb. Dan kan ik mijn vak gaan doen en dan daarna mijn bachelorproef. Maar met dat de verdediging nu ook deze week was, kwam het toch weer plots allemaal bij elkaar en kwam dat eigenlijk weer een week vroeger opgeschoven. En ik had dingen in mijn bachelorproef geschreven wat ik af heb gemaakt. En dat was eigenlijk nog niet af, maar ik wist wel dat ik dat ging afkrijgen, want we mochten daarna nog wat werken. Maar ja, ik moet natuurlijk in mijn bachelorproef, of ik moet natuurlijk wel in mijn verdediging kunnen tonen wat ik heb geschreven in mijn bachelorproef dat ik heb afgemaakt. Dus als ik dingen in mijn bachelorproef schrijf van ja, dit en dit en dit werkt, ja, dan heeft het geen zin dat dat niet werkt. Dus ik moest dat echt vandaag afkrijgen tijdens mijn verdediging, tijdens als ik ging tonen wat dat was. Dus dat is top. Als ik iets heb gezegd in mijn bachelorproef en mijn ding is dat iets dat niet werkt en ik heb uiteindelijk dan nog gevonden dat wel werkt, dan is dat super, dan is dat extra, dan zijn dat bonuspunten. Of ja, niet per se bonuspunten, want dan geeft dat toch een betere indruk dan als je zegt van ja, ik heb iets gemaakt en dan heb je het eigenlijk niet gemaakt. En alles kwam nu op een druk moment samen. Ik heb ondertussen ook al echt een paar koffies gedronken. Ik denk dat dit nu al mijn derde is vandaag. Dus ik ga hier even weer een koffietje drinken. En hier een kroet aardbei eten. Oh, maar dit is zo lekker, aardbeitaartjes. Dat zijn echt mijn favoriete taartjes. En dat is zo fris. En mama heeft er twee gekocht. Maar niemand anders eet erop, dus ik ga ze maar opeten zeker. En ik heb een hongertje. Dus voilà. Het is ondertussen 5:10. Dus ik ga hier even lekker genieten van een aardbeitaartje. En ik ben zo moe, dames en heren, oprecht. Ik denk dat ik gewoon vanavond om 9 uur in mijn bed ga. Maar aan de andere kant is dat misschien goed dat ik eens een nachtje heb doorgedaan. Want de laatste tijd was mijn slaapritme zo opgefokt dat ik gewoon niet kon gaan slapen om 9 à 10 uur omdat ik gewoon zo moe was. En dat er altijd voor zorgde dat ik om 12 uur, 1 uur 's nachts, 1:30, 2 uur soms zelfs, pas in mijn bed lag. En daardoor was heel mijn slaapritme opgefokt. Moest ik vroeg opstaan om te gaan sporten. Maar misschien is het goed dat ik nu een keer een nachtje heb doorgehaald dat ik zo moe ben dat ik wel gewoon moet gaan slapen om 10 uur. En misschien fixt dat mijn slaapritme. Ik hoop gewoon dat ik niet ziek ga worden. Afkloppen op hout. Dat ik niet ziek ga worden en ik ga sowieso even genieten van dit. En dan ga ik straks even de vlogs nog editen die vandaag moeten online komen, want er zit één vlog achter momenteel. En ik denk niet dat dat zo'n lange vlogs zijn, dus ik weet niet wat ik daarmee ga doen. Dat moet ik nog even zien. Dus ja. Het is wel gewoon nog steeds vervelend dat mijn laptop niet werkt, dat die twee poorten kapot zijn, dus ik ga die binnenkort een keer gaan binnensteken, denk ik. Als ik tijd heb, maar ja, dat is echt vervelend dat dat niet werkt. Maar alleszins, ik ga even genieten, even lekker chappen. En ja, het weer buiten is wel gewoon ça va. En ik heb dus ook mijn training. Ah, dat wou ik eigenlijk ook zeggen. Ik heb dus mijn trainingsschema gemaakt. En daar zei ik van ja, het weer volgende week gaat slecht zijn. En iemand zei in de comments: je moet daar geen rekening mee houden, want het gaat toch veranderen. Maar ik heb zoiets van ja, ik kan maar beter rekening houden met slecht weer dan dat ik rekening hou met goed weer en dat ik mijn trainingen niet kan doen. Dus als ik meer kan doen, dan is dat natuurlijk beter. Maar vaak het ding is, als ik meer ga trainen dan dat erop staat, dan zorg ik dat het wel rustig is. Want meer intensiteit doen heeft voor mij geen zin, want dan weet ik dat ik geblesseerd ga raken. Dus dat doe ik niet. Maar ik hou wel gewoon mee rekening dat het slecht weer is. En natuurlijk niet alleen slecht weer, tuurlijk. Ik ben ook niet achterlijk. Maar het is ook vooral omdat mijn bachelorproefverdediging is volgende week. En ik ga niet overdrijven. En daarna kan ik wel meer en meer trainen. Dus dat was een beetje eigenlijk de insteek ervan. En veel mensen die ook zeiden, ja, je zou beter met een coach gaan werken. Maar ik coach mezelf nu al naar de marathon, naar de halve Ironman. En ik verbreek al mijn records. Natuurlijk is het ook waarschijnlijk omdat ik wel ouder ben. Maar ik heb letterlijk met personal trainers gewerkt. En ik heb daar geen haat naar, hè. Ik vind het super handig om met een coach te werken. Het enige probleem is, mijn coach, wat dat ik had in het middelbaar, is, die maakte een trainingsschema. En ik gaf daar dan wel feedback aan van wanneer dat met mijn school, of wanneer dat ik les had, wanneer dat ik school had en zo. Maar dan bleek dat toch vaak mijn planningen niet uitkwamen. En dan als ik naar het hoger ging, werkte ik nog altijd met die coach in het eerste jaar Unif. Ja, dat was gewoon super moeilijk om te combineren, omdat ik deed industrieel ingenieur. En dat was super moeilijk om dat te combineren. En dan ging dat eigenlijk niet. En dan dacht ik, ja, ik heb nu wel de afgelopen jaren zoveel opgestoken van trainen dat ik gewoon mezelf ben beginnen coachen. Ik wil zelf mijn eigen plannen doen en niet altijd mij willen gaan verantwoorden aan mijn coach of zo. Van waarom dat ik nu triathlon wil doen, waarom dat ik nu dit wil doen. Niet dat hij daarvoor boos was. Super goede coach, super content van. Ik kom er nog altijd goed mee overeen. Maar het is gewoon gemakkelijker voor mezelf, omdat ik zelf van mezelf weet wat ik kan, wanneer ik kan trainen en een betere inschatting kan geven en me daarvoor niet moe voor verantwoorden. Iemand zei ook dat Training Peaks gebruiken handig is. Maar Training Peaks is ook betaald. En een coach is trouwens ook gewoon duur. Dat is gewoon een feit. En dat budget heb ik niet. Om daar elke maand zoveel aan uit te geven. En dan zei iemand ook Training Peaks. En inderdaad, Training Peaks is handig. Maar ik heb letterlijk een Garmin-horloge. En je kunt in je Garmin-horloge kunt je ook in de kalender trainingen steken. En workouts. En dan synchroniseert dat gewoon op dit. En op de fietscomputer dat ik heb. Dus
ik zou niet weten waarom ik Training Peaks nog zou moeten gebruiken. Misschien voor extra analyses, maar ik vind dat de laatste tijd Garmin qua analyses echt een pakken vooruit is gegaan. En ik heb wel Strava Premium, omdat ik een student ben, is het maar €30 per jaar. Dus dat vind ik wel nog meevallen, dat is niet zo duur. En dan gebruik ik die statistieken om een beetje te zien wat dat de training intensity is, wat dat de load is. En of dat ik niet aan het overdrijven ben met training. Dus ik heb ook een wondje in mijn mond gekregen, denk ik, door de vermoeidheid. Dus ik hoop echt niet dat ik ziek ga worden. Maar goed, ik heb het al 330 keer gezegd. De persoon die hier binnen de komende 5 minuten heel hard gaat genieten van een aardbeitaartje. Zijn naam begint met L en eindigt op Oran. Het is ik. Dames en heren, er is één ding dat zeker is. En dat is dat ik morgen een training ga doen. Morgen staat er 45 minuutjes rustig lopen op. 4 keer 15 seconden strijd. Maar ik denk dat ik misschien ook wel even de fietstraining ga doen die hier op stond. Ik ga mijn wekker zetten op tijd, want het is nu al 10 uur. En als ik op tijd, dan kan ik op zich wel op tijd opstaan en nog genoeg slaap hebben. Want ik ben kapot. Ik denk als ik nu in mijn bed ga liggen, dat ik echt gewoon direct weg ben. Dus dat ga ik ook doen. En dan, ik hoop eigenlijk trouwens dat morgen goed weer is. Ik ga eens even zien. Morgen staat de regen op. Oké, als ik dan ga fietsen, dan zal het op de rollen zijn. Maar alleszins, ik wil jullie bedanken om te kijken naar de... Oh, kut. Het gaat regenen morgen. Dat wil zeggen dat als ik naar Gent ga, dat ook gaat regenen. Parapluutje meenemen dan, hè. Maar goed, Noah en ik gaan morgenmiddag even iets gaan lunchen. Dat wil zeggen dat we eindelijk een keer iets terug kunnen gaan doen. En dat ik eindelijk terug een beetje een leven kan hebben en weer buiten kan komen. School heeft me echt gekild de afgelopen tijd. Ik heb het echt gezegd, dat moet niet nog weken langer duren of een maand langer, dan heb ik echt een burn-out. Dan hoop ik dat jullie het een aangename vlog vonden, een leuke vlog. Het is misschien gelijk een beetje minder de afgelopen maand of zo. Alhoewel, de content is op zich wel leuk, maar het zijn zo gewoon zo die tussendagen, dat ik zo, de dagen dat ik niet echt sport, dat ik niet veel content heb en dat veel zo kom mee met mij op een training is. En dat wil ik wel een beetje gaan aanpassen binnenkort. Goed, ik wil jullie bedanken om te kijken naar de vlog. Zoals ik zei, merci om te kijken. Ik apprecieer jullie allemaal. Ik zie jullie allemaal graag. Merci om mij te blijven steunen ook. Doorheen mijn laatste periode op school. En ik hoop dat binnenkort in de vakantie toch wel wat beter gaat gaan. En dat ik terug mijn drive wil havende. Maar ik hoop jullie genoten van de vlog. Morgen ben ik er weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.